Wij beginnen nu met onze reeks korte presentaties. En als eerste wil ik uitnodigen Toon Kerkhoff. Dankjewel, voorzitter. Dames en heren, de voorzitter die vroeg mij hier iets te vertellen over waarom ik Latijn vertalen zo leuk vind. Of in eigen tijds Nederlands, waarom het mijn ding is, of zo. Ik vond het moeilijk, want ik kom uit een tijd waarin het praten over jezelf en je inwendige roerselen in een grote gezelschap wat minder passend werd ervaren. Bovendien leek mij in dit huis, deze tempel, ik zou bijna zeggen dit nationale bedehuis van de geschiedenis der geneeskunde, een andere vraagstelling beter op zijn plaats. Bijvoorbeeld, zijn er in het verleden ook al dokters geweest die dol op Latijn waren, het Latijn aan hun hart sloten en daar wat mee deden? En waarom was dat dan zo? En wat deden ze dan? En wat bezielde hen dan? Wel nu, ik had er snel genoeg één gevonden. Er is iemand waarvan u het waarschijnlijk niet gedacht zou hebben, want het is de bekende 17e-eeuwse Dordtse arts Jan van Beverwijk. U zult hem allemaal kennen als de man van de schat der gezondheid en de schat der ongezondheid. Boeken die nou juist in het Nederlands vertaald werden, opdat de niet-Latijn lezenden er ook nog wat aan hadden. Toch was juist deze Dordtse dokter dol op Latijn. Hij had er kennis mee gemaakt op de middelbare school. In hun tijd werd er zeer veel tijd besteed aan goed Latijn, de lingua franca van de hele 17e eeuw. Hij gebruikte de taal op college, hij gebruikte de taal tijdens zijn studiereizen naar Italië. Hij gebruikte de taal later in zijn geleerde briefwisselingen met anderen in heel Europa. Nou zou u kunnen zeggen, met dat onderscheidt hem niet van alle andere dokters, want die moesten ook grondig in het Latijn doortimmerd zijn. En dat is natuurlijk zo. Wat hem eigenlijk anders maakte, was dat hij ook in zijn vrije tijd nog vreselijk actief met het Latijn was. Hij las alles, plat gezegd, wat los en vast te vinden was. En kwam op een gegeven moment op het idee om netjes op te schrijven wat nou bij filosofen, dichters, historici opmerkingen waren die medisch-historisch, of wat medisch-historisch mag ik eigenlijk niet zeggen, interessant en relevant waren. Op een gegeven moment kwam hij op het idee, waarschijnlijk is hij op het idee gebracht door de beroemde klassicus Heinsius, waar hij bevriend mee was, om dat nou eens netjes uit te schrijven en daar een boek van te maken. En dat gebeurde in 1637, verscheen bij de gebroeders Elsevier in Leiden het boek Idea Veterum Medicinae, Medicinae zeggen sommigen. En dat is de idee is enkelvoud, van geneeskunde bij de ouden, de veteres. Waarmee hij bedoelde oude schrijvers en dan geen dokters, maar anderen. Uit dat boek komt naar voren dat Van Beverwijk vreselijk zijn best moet gedaan hebben, vreselijk veel tijd besteed moet hebben om werkelijk alle aspecten van de geneeskunde op een of andere manier terug te vinden bij die niet-dokters. En dat betekende een resultaat van zo'n dikke 2000 citaten van 150 auteurs uit de oudheid, die dit dus allemaal zonder computer, zonder Word aan elkaar plakte. En de kunst was daarbij, moet ik zeggen, lijkt hem geweest te zijn, om dat nou zo te doen dat hij er als het ware weinig plak tussen hoefde te doen. Dus die citaten die sluiten redelijk goed op elkaar aan, alsof de ouden daar in aus einem Guss, zegt de Duitser, daar hun verhaal deden. Op zich heel grappig. Het zou niet moeilijk zijn om de resterende minuten hier of desnoods de hele ochtend te vullen met smakelijke, deels pikante citaten uit de oudheid over ons vak. Maar dat wou ik toch maar niet doen. Ik wou kort ingaan op de vraag, wat bewoog nou de bekende Jan van Beverwijk tot deze klus, zeg ik maar. Nou, het is natuurlijk duidelijk, dat gaat om een complex van factoren, zoals alles in deze wereld. Punt 1 is, denk ik, zoals sommige mensen houden van cijfers, sommen en formules, zo houden andere mensen van letters, woorden en zinnen.
Nou, dat was onmiskenbaar met Van Beverwijk het geval. Hij was lid van de Dordtse Rederijkersvereniging, niet de eerste, de beste daar in dat soort. Hij schreef gedichten, hij schreef de geschiedenis van Dordrecht, hij schreef de geschiedenis van de 80-jarige oorlog, die in zijn tijd nog niet eens afgelopen was. En dat hij in het bijzonder van niet alleen van taal, maar juist van Latijn hield, kan te maken hebben, we weten het niet, met het geluk wat hij op de Dordtse Latijnse school had. Namelijk, daar was Gerard Vossius zijn leraar Latijn. En Gerard Vossius staat in de klassieke wereld nog steeds bekend als een van de grote goden op dat gebied. Ik denk dat zo'n man hem de liefde voor het Latijn heeft bijgebracht. Die was zo diep gezakt, als dat het goede woord is, dat hij als student in Leiden nog colleges volgde bij Petrus Cuneus en bij Daniel Heinsius, ik noemde hem al, die Caesar en ik geloof Petronius of iets dergelijks met de studenten las. En daar zat dus onze medische student ook bij. Nu ging het Van Beverwijk, dat wordt uit zijn boek ook snel duidelijk, niet alleen om de taal van het Latijn. Van Beverwijk was nog een echt renaissance mens, humanist zou je misschien kunnen zeggen, die er diep in zijn hart van overtuigd was dat de enige echte goede wereld de wereld der ouden was geweest en dat wij eigenlijk maar één taak hebben en die opnieuw opbouwen, ook in onze op dat moment geboren wordende republiek. En wat betekent dat? Verstandige mensen beginnen met Plato te bestuderen. Verstandige mensen leren eerst de natuurkunde van Aristoteles grondig. En verstandige mensen kijken ook naar de ethiek van de Stoa, de Epicuristen en wat de oudheid al niet voorbracht. Natuurlijk betekende het ook dat de geneeskunde van Hippocrates en Galenus tot achter de komma bestudeerd moest worden, liefst in Latijnse vertalingen. En daarmee komen we op een heikel punt. De 17e eeuw is een tijd van wat de Duitsers noemen Umbruch. In die zin dat er veel discussie is over alles in deze wereld. Politiek was er discussie over Spanje, wat moeten we met die Spanjaarden? Religieus was er discussie met de oude kerk, wat moeten we daar nog mee? En wetenschappelijk was er discussie over de vraag, zijn die ouden eigenlijk nog wel wat wij nodig hebben? Er was gereden twijfel mogelijk. Vergeet niet, Vesalius had nog maar net ontdekt dat dat verhaal van dat open septum, dat helemaal niet waar was, dat dat niet te vinden was. Schokkend was nog meer, denk ik, dat in 1628, Harvey met hele slimme proefjes laat zien dat dat bloed niet als eb en vloed door het lichaam gaat, maar dat dat ronddraait, hoe het ook precies mogen zijn. En bovendien had je mannen als Cartesius, die in de Republiek woonde, werkte en met veel mensen discussieerde, waar ook Jan van Beverwijk contact mee had, die propageerde een hele andere manier van wetenschapsbedrijven dan Aristoteles al die eeuwen onomstotelijk als de enige juiste had naar voren gebracht. Wat gebeurde er toen? Ik denk van de ene kant dat wetenschappers die progressief waren zeiden, we moeten die nieuwe kant op. Dat mensen die wat conservatiever waren zeiden, ja, maar we moeten de oude schoenen niet weggooien. En ik denk dat ze dat laatste ook wel zeiden, omdat in de kliniek die oude Hippocratische en Galenistische geneeskunde nog zo onhandig niet was. De idee dat je de natuur moet helpen, dat je niks moet verstoren. Nou, u kent al die wijsheden, die golden nog steeds. Bovendien, al die klinische beschrijvingen waren vaak helemaal zo slecht nog niet. Dus er ontstond een spanning in die wereld tussen, wij zouden tegenwoordig misschien zeggen, progressieven en meer conservatieven. Dat werkt door zelfs tot in het medisch onderwijs, waar Van Beverwijk niet in Leiden, maar wel in Dordrecht zelf mee te maken had. Ook daar hadden ze iets van een hogere school voor dit soort dingen. En dan zien we dat ook bij hem die discussie van al die oude meuk moet weg aan de ene kant en aan de andere kant oude schoenen moeten blijven bestaan, dat het bij hem ook doorklinkt. We zien ze overigens, dat had ik eerst moeten vertellen, in oraties, onder andere één of twee die wij als vertaalclub vertaald hebben. Nou moet ik even spieken.
Ja, zelfs jonge hoogleraren in Leiden zijn ervan overtuigd dat je toch niet alleen maar natuurwetenschap, niet alleen maar chemie en fysiologie moet doen, maar dat het toch goed is als je, plat gezegd, geen loodgieters wil opleiden, dat je dan toch die dokters enig benul geeft van filosofische kaders waarin de dingen zich plaatsvinden, ethische kaders waarin de dingen zich plaatsvinden. Antonides van der Linde, André noemde het straks al, die zegt op een gegeven moment, buitengewoon treffend vind ik zelf, de wijsbegeerte en de geschiedenis, dat zijn de oren van het vat van de medische kennis. Die oren zijn niet hol, er zit dus geen wijn in, ze zijn vast, maar je hebt ze wel nodig als je het vat verplaatsen wil. En zo moet je die dingen die buiten de direct medische sfeer spelen ook zien. Wel nu dus, Van Beverwijk dacht ook zo, ik zei het al, en dat blijkt uit zijn geschriften. Van de ene kant stond hij duidelijk open, Van Beverwijk, een van de eerste, die zei, wie is toch wel een slimme man, die heeft dat toch wel goed bekeken. Terwijl hij van de andere kant zegt, maar we moeten die oudheid niet weggooien, want daar zitten nog andere waardevolle dingen in. De conclusie, ik dacht dat ik precies 10 minuten moest spreken, is dat hij dus enerzijds zijn boek schreef, of al dat vreubelwerk deed met zijn schaartje, of hoe we ons dat moeten voorstellen, omdat hij het stom gezegd leuk vond, maar van de andere kant omdat er een diepere bedoeling achter zit en zorgt dat we de humaniora, zeg ik dan maar, niet uit het medische onderwijs, niet uit de medische wereld verdringen. En daarmee ben ik eigenlijk aan het eind van mijn lezing, maar wel bij een actueel punt. Er stond een van deze dagen in de krant, vrijdag stond in de krant, dat de laatste paleografen in Nederland hun tenten aan het opdoeken zijn en klaar. Er is geen hond die nog een middeleeuwse tekst kan lezen. Ik ken zelf een hoogleraar medisch Latijn, middeleeuws Latijn, die niet ophoudt te klagen dat hij zelfs geen opvolger kreeg en zelfs zijn assistent moest verdwenen toen hij met pensioen ging. Over de medische wereld hoef ik dan helemaal niet te klagen, past al zeker niet op mijn dag, maar u allen zult met mij eens zijn dat de aandacht voor de alfa-aspecten van het vak nou niet bepaald vooraan staan. Voorzitter, dit is wat ik te melden had. Om dan toch nog even iets te zeggen over de oorspronkelijke vraag waarom ik het zo leuk vind. Nou, het antwoord is, denk ik, dat ik eigenlijk helemaal niet weet of ik dat Latijn zo leuk vind. Of dat ik het nou zo'n mooie taal vind. Ik vind het soms erg ambivalent en zo wetenschappelijk als iedereen altijd roept, is het eigenlijk ook al niet. Weer vanwege die ambiguïteit die erin zit. Maar wat ik ook weet is dat het Latijn ons toegang geeft tot een wereld die alsmaar weer intrigeert, interesseert, ontroert zelfs en die nooit verveelt. En daar ook bij laten.